leuk dat jullie alweer kijken. Wij zitten vandaag volgas in de stro-race. Mijn naam is Victor, achter de camera is Niels. Ja, wat zit hier eigenlijk nou precies achter deze pers? Er zit een verzamelwagen achter die 5 balen bij elkaar kan meenemen. Okay. En ik kan hem ook per baal lossen of per 2 balen lossen. Maar dat de balen naar het kop en 2 te brengen. Kijk, net zoals nu heb ik ook die balen bij me. En dan gooi ik ze eraf. Kijk, en nou is het hele stuk leeg verder. 14 jaar geleden heb ik al andere banden onder mijn strookkarren gedaan, lage drukbanden. Dus dat was al een voordeel, vond ik. Maar nog rijdt die verrijker overal naartoe. En nu heb ik deze karren, hè. Nou kan die verrijker, die hoeft eigenlijk alleen maar op het kopend te zijn om die karren even en dan neemt hij het stro zo mee. Ja, het scheelt gewoon ook op en neer gerijden op het land, zeg maar. En van de ene kant denk ik, het is voor die boer ook aantrekkelijk, zeg maar, dat er minder over zijn land wordt gereden. En voor mij is het aantrekkelijk dat ik wat sneller met die verrijker klaar ben. Ja, dus, min. Ja. Je bent erg breed. Hij is 6,5 meter breed, dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Ja, maar je gebruikt ook deze pers en inzamelwagen ook in het gras. Ja, net als gisteravond heb ik het dan in het gras geperst. Ja. En toen lagen al die balen op het kopend. Al die lagen voor en achter op het kopend. En die wikkelaar hoeft alleen maar op het kopend te blijven. Want deze verzamelaar, je loopt er ook niet star achter, maar hij loopt er echt volgt de pers, zeg maar. Nee, hij zit vast aan de pers. Ja. En hij loopt op zwenkwielen. Oké. Zeg maar even kennen, want anders zou je in de bocht en zou hij die baal er scheef op willen drukken. En vooral als je met 2 aan het persen moet je natuurlijk ook al een beetje rekening houden waar je de baal ook nog weglegt. Dat je niet in één keer of ergens in de weg legt voor iemand anders. Ja, dat is zo. Kijk, daarom doen we het nou ook niet op het overdwars neerleggen, maar gewoon net als we weer op de gang zijn of net voordat we de gang uitdraaien. Ja. En het mooie is nu, weet je wel, nou kan ik er gewoon 1 overslaan en dan pakt hij die tussendoor. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dat is wel heel mooi rustig overheen met zo'n pers. Het is niet dat je de boel bij elkaar harkt, ja, dan heb je gewoon een mooie vol zwaar. Dat niet daar, daarom doen we ook harken. Als ik nou niet hark, dan moet ik al om hetzelfde capaciteit halen. Moet ik al 14, 15 km per uur gaan rijden. Ja. En dan heb je pers eerder storingen, want alles staat dus goed. En je maakt nog geen baal ook. Nee. En je maakt nu mooiere balen, hè? Omdat die wier breder is, is die baal veel vierkanter. Als ik een smal wiertje heb, dan krijg ik scheve balen. Nou, met deze 4 balen achter mij sluiten we deze video af. Vond je het ook een hartstikke leuke video? Geef me even een dikke duim en een reactie hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal arentrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Moet je kijken, Niels, wat? Het gaat ook zo vlug, hè? Dat persen. Je kunt hem rampen bijbenen met filmen. Ik hoop dat het in ieder geval een beetje op beeld staat. Pas wel. Anders hebben we de spreekwoordelijke baaldag vandaag. Tudum. Tudum. Mooi, wat vind je ervan, Niels? Ik vind het mooi geweest. Vind je het mooi? Het mooi geweest of mooi? Ik vind het helemaal mooi. Vind het helemaal mooi? Dan vind ik het ook mooi.